Ik, asceet die leef op brood met appel en koffie, min één luxe. Uitgelezen materialen kies ik me. Zeer soepele, rijke penselen. Absorberend, grover of fijner linnen. Dat ik zelf prepareer. Opdat het reageert zoals ik het wil. Als lichtreflector. Als aquarelpapier. Uit een keur van paletten is het bovenal kostbare me het witte. Met daarop Chinees vermiljoen. Perzik zwart. Veronese groen. Indisch geel. Mijn tekenende penseelvoering vervolmaakt het geschetst schilderij Zittende vrouw in het woud met blauw parasolletje en rode waaier.